Ik ga maken lekkere Bami sambal. En wat heb ik nodig voor een lekkere Bami sambal? Natuurlijk pepers. Of het nou geel zijn of rood. Maar dit zijn rode ajumas. Afaya, maashwiti. En knoflookteentjes. Laos. Salamblad. En uitjes. Natuurlijk heb je ook tomaten nodig. En daar zet ik ook gedroogde garnalen. In het Javans noemen ze dit ebi. Dit zet je in een kommetje. En dan ga je het even weken. En dan wordt het zacht. Dan doe je ze lekker in een pot of in een pan. En straks ga ik toevoegen samen in het pot. Suiker, bouillon en zout voor een lekkere Bami sambal. En hier heb je mijn uitgekookte pepers, rode ajuma en mijn knoflook. Niet te veel water erin doen en dan doe je zo deksel erop. Ja, dit zijn mijn pepers, ajuma en knoflook. Ze zijn inmiddels al een beetje zacht. En dan ga je het even aandrukken of persen. Zoals je ziet. En dan zet ik straks al die andere spullen erin. Kijk, hier zijn mijn rode pepers. En inmiddels kan je gewoon je knoflook lekker drukken. En dan ga je de tomaten toevoegen. Hoppa! Dan wordt het een lekkere Bami sambal. En ook straks de uitjes erin. En nu zet ik mijn salamblad erin. Mijn laos. En mijn uitjes. Je moet natuurlijk je keuken goed ventileren, want zoveel peper en zoveel knoflook samen. En af en toe moet je ervan niezen. En dan laat ik het even zo. Even goed mengen. En dan zet ik even het deksel erop. En dan op zacht vuur laten. Zie je? En dan laat je hem zo. Ja. Kijk, mijn uien die ik daarnet heb gezet. En als volgt nu zet ik mijn ebi. Kijk eens. Lekkere gedroogde garnalen. Hierin zet je water en dan ga je even weken. Goed mengen. Lekker sambal Bami. Met gedroogde garnalen, oftewel in het Javans wordt het genoemd ebi. Ik heb hier mijn bouillon, suiker en zout samen gedaan. Die ga ik ook samen toevoegen. En dan alles goed mengen. Vooral je bouillon. En dan ga ik weer het dekseltje erop. En dan even laten rusten. Oké. Okay. Nu heb ik alles erin. Als laatste zet ik olie. Kijk eens.
zo olie erin. Goed mengen. En dan, kunst is om het even te laten rusten op zacht vuur. En dan de rest gaat vanzelf. En mijn Bami sambal, die is ready, is klaar. Kijk eens. En dan lekker met Bami of met nasi. Heerlijk. Nou, bedankt voor het kijken. Vergeet niet, subscribe. Chompol Music Travel Cooking. Thank you for watching. Mijn lekkere Bami sambal.